Welkom bij het Apeldoorns Waterevenement. Hier naast mij staat de Wipe-Out-baan. Daar gaan straks allerlei deelnemers gaan er vanaf, gaan strijden tegen elkaar. En we gaan natuurlijk hopen dat de zon zometeen gaat schijnen, maar dat gaat vast en zeker goed komen. Muziek is er, gezelligheid en we gaan het zien, we gaan het beleven. Nou, we vonden twee keer fietsen erin leuk geweest. We dachten, nou, we doen nu iets anders spectaculairs. Nog meer voor kinderen hadden we eigenlijk het idee voor. Dus ja, toen dachten we, waarom geen wipeoutbaan? Zaten we al langere tijd een beetje over na te denken. Gewoon weer een beetje dezelfde opzet. Alleen dan nu een iets andere invulling voor de sportactiviteiten, zeg maar. Je hebt de marine er ook bij betrokken. Hoe is dat zo gekomen? We vonden het leuk om toch iets voor het water erbij te houden. En toen dachten we van, nou, dat is natuurlijk de marine een heel leuk onderdeel van. De marine vindt het leuk om, zeg maar, ook jeugd erbij te betrekken. En om, gewoon om ze een beetje te werven en al kennis te laten maken. Dus vandaar. Nou, we hebben in het voorjaar een aanvraag gekregen vanuit Apeldoorn om een keer als Koninklijke Marine aanwezig te zijn bij, in dit geval, Wipeout Waterfeest of iets dergelijks. Zijn we hier even wezen kijken. Nou, zag er leuk uit. We zijn hier nog nooit eerder geweest. We denken, we proberen een keer of het gezellig is in Apeldoorn. En wat gaan jullie doen? Nou, we hebben hier een klimtoren staan achter mij. We hebben een vaarsimulator mee. We hebben een informatiestand. En ja, we proberen de mensen in Apeldoorn te vertellen wat de marine doet voor de BV Nederland. En we proberen natuurlijk ook of er nog jongelui zijn die het wel spannend vinden om bij de marine te komen. Doen jullie ook mee iets om meteen op het water of zo? Nee, helaas. We hadden eigenlijk ingepland staan om hier met snelle rubberboten te gaan varen met de mensen. Alleen het waterschap was een beetje negatief daarover. Die waren bang voor de wallenkant en voor flora en fauna onder water. Dus we moesten een vaarbeperking aanhouden van 6 km per uur. Nou, zo zacht kunnen die boten niet eens. Dus ja, helaas. Anders hadden we hier best wel lekker spectaculair met speedboten aan de gang gekund. En wat verwacht u van deze dag? Ja, het is een beetje aftasten. We zijn hier nog nooit eerder geweest, dus we moeten het gewoon zien wat het gaat brengen. Ik denk wel met zo'n wipe-out iets dat daar best wel veel jonge mensen op af gaan komen in de loop van de middag en morgen. Morgen is het ook nog de hele dag. Wanneer heeft u het doel bereikt? Ja, we zijn primair natuurlijk een promotieteam. Dus als wij alle mensen gewoon... Als er mensen komen die een praatje willen maken, die willen weten wat de marine doet, dan zijn we al heel eind op weg. En als we daarnaast nog een paar mensen kunnen werven, nou, dan is het wel voor ons wel geslaagd. Voor vandaag zijn er ongeveer 30 à 40 deelnemers en morgen verwachten we rond de 50. En als het nou straks gaat hozen, dan gaan we natuurlijk niet vanuit. Wat dan? Nou, dan glijden ze hem er gewoon weer in. De temperatuur van de Apeldoornskanaal is op dit moment rond de 19 graden. Het is niet zo heel diep, het kanaal natuurlijk. Dus dat is een aangename temperatuur. Wat gaan jullie zo meteen doen? Wij zijn ter voorkoming dat er ongevallen gebeuren. Op het moment dat er een deelnemer dus inderdaad te water komt, zijn wij er om op te vangen van... kunnen ze bijvoorbeeld inderdaad zich bezeerd hebben? Kunnen wij ze naar de kant toe helpen? Oké, dus meer een reddingspreventie? Ja, wij zijn allemaal gebriefeerde duikers uiteraard. En we hebben dus allemaal een brevet ook om mensen te kunnen helpen en ook eventueel te kunnen redden. We zijn allemaal voorzien van perslucht. Dus we kunnen dus eventueel ook, mocht mensen inderdaad ademhalingsproblemen hebben, omdat ze ergens te hard tegenaan zijn gekomen, kunnen we ze ook voorzien van lucht. Heb je al een onderzoek gedaan in het Apeldoornskanaal, wat er allemaal te vinden ligt op de bodem? Ja, we hebben inderdaad om 10:30 zijn een aantal duikers van ons, waaronder de twee duikers die net wegliepen, zijn inderdaad het kanaal even het hele traject afgegaan. We gaan er nu zo meteen nog twee eventjes in de laatste check nog even kijken van zijn er nog fietsen of iets ergens onder het water te vinden waar mensen zich aan kunnen bezeren. En tot op heden hebben we niks meer gevonden. We hebben uiteraard al een schoonmaakactie gehouden. Ik heb zojuist het parcours even mogen testen, dus ziet er leuk uit, ziet er goed uit. Ja, voor de rest eigenlijk mijn training afgewerkt zoals normaal ik doe, dus verder niet speciaal voorbereid op dit evenement. En wat voor training heb je voorbereid? Ik doe hardlopen, fitnessen en ik loop zo nu en dan ook wat obstakelruns, dus vandaar dat ik het wel leuk vind
om hier deel te nemen. En hoeveel minuten doe je erover? Seconden? Ja, geen idee. Ik heb niet geklokt. Maar wat zal het zijn hier? Een minuut dat je bezig bent, denk ik. Dus het is kort en intensief. En een beetje geluk hebben dat het allemaal goed afgaat. En je strijdt samen met nog met iemand anders, hè? Ja, zometeen ga ik tegen een vriend van me deelnemen. 1-1. Dus dat is wel heel erg leuk om te doen. Het was een mooie strijd in het begin. Alleen daar maakte ik een klein foutje bij de tweede obstakel, die moest ik overdoen. Dus had ik wat tijd verloren helaas. Kon ik de achterstand niet meer inhalen helaas, maar goed. Hey, hoe ging het? Goed. Hey, wat stoer dat je zomaar meedeed. Wat vond je het allerlastigste? Naar beneden? Ja. Was dat erg hoog? Ja. Ja, het ging aardig goed. En wat was het moeilijkste? Nou, ik denk dat je over die rode dingen allemaal heen moest. Ja, dat denk ik ook. Dat was zacht. Dat was zacht. En die plof naar beneden? Nou, ik heb hoogtevrees, dus ik vond het best wel eng. Maar ik dacht, ik moet naar beneden, dus ik ga maar. En wil je nog wel een keer? Ja, maar niet daarvoor.